Dit is goed gevoetbald. Hashmoussa op de rand van de 16. Kappen. Naar binnen draaien. Nee, wil toch buitenom. Brengt hem voor. En daar is een strafschop al meteen. Een uitstekende mogelijkheid meteen voor Patro. Een strafschop binnen de 2 minuten voor handspel. Op Rozen te starten aan deze wedstrijd. De versnelling van Hashmoussa. Versneld voorbij Machado. En die bal komt tegen de hand van de Rijkaan. En dus een strafschop. Raakt hij de bal eerst nog met de knie? Dat is moeilijk te zeggen. Voor zijn 4e doelpunt van het seizoen. Sam tegen Bostien. Voor de 1-0 van Patro. Hij trapt hem tegen de lat. Hij trapt hem tegen de lat. Hashmoussa. Zoeken naar Dansoko. Uitstekende bal op Dansoko. Bostien gaat hij komen. Bostien glijdt uit. Dansoko dan toch voor de voorsprong. Dansoko, nee. Trapt hem voorlangs. Geen buitenspel. Brengt hem. Weggehaald door Swers. Traoré, dat is heel mooi gedaan. Traoré! Nee, de redding van Belin. Moet toch opletten, Alioune N'Dour. Ronson die blijft er rustig onder. Dit is goed gespeeld. De voorzet van Traoré. En hier dan de goal. Nee, opnieuw niet. Jawel, is hij over de lijn geweest. Dat is hij wel degelijk. En zo dan toch het openingsdoelpunt. Ze stonden daar te slapen. Hashmoussa. En zo kwam die bal mooi in de voeten van Traoré. En uiteindelijk dan toch doelpunt in deze eerste helft. SCV was een tijdje niet meer gevaarlijk. Traoré met zijn linkervoet de voorzet. En Machado via Belin. Rechtsachter en de centraal verdediger. Goed aanspeelbaar gemaakt. En dus bijna ook gescoord. De hoekschop nu met Ruud Vormer. De afvallende bal is voor Rommes. En uiteindelijk is er wel een doelpunt. De vlag blijft beneden. En het is Robben de Kosteren dan die de 0-2 verzorgt. 20 minuten ver in de tweede helft. En de voorsprong van Zultewaargem wordt verdubbeld. De Boeren staan 0-2 voor. We gaan nog even kijken, de hoekschop. Terwijl Machado wordt vervangen, Rommes en de goede redding. De voorzet tegen Ferber. En de goede kap van Ferber. Ferber brengt hem voor, Bostien zit eraan. En dan Sokko, nee, geen doelpunt. Van de lijn nog gehaald door Robben de Kosteren daarnet. De hoekschop wel nog. Het was Ferber die met een gelukje eerst voorbij Beking geraakte. Dan de voorzet. Bostien zit er even aan. Die zoekt ook Gano. Die blijft de duels wel aangaan. Beking kan die trappen. Nee, komt net te laat. Krijgt met een gelukje opnieuw de bal. En hier is Vormer voor de beslissing. Jawel, 0-3. Zultewaargem gaat hier winnen. Ruud Vormer met het doelpunt van de beslissing. 0-3, een hard verdikt voor Patro. Maar het zal de bezoekers niet deren. Gano ging het duel goed aan. En dan Beken die niet kon trappen, maar zich wel doorzetten. Hij met de voorzet, met de assist ook. Kies met de hoekschop. En wie zit daar nog aan? Het wordt geen doelpunt van de lijn gehaald. En uiteindelijk is het een bal voor Louis Bostien. Het is echt een mirakel dat Patro hier. Maar die geraakt niet tot bij Ruud Vormer. En Leda heeft genoeg gezien. Hij fluit af. Zultewaargem wint met 0-3 op het veld van Patro. Een team dat jarenlang niet verloor thuis, maar nu een tweede thuisnederlaag.